Het project van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij om runderen uit Brazilië naar Suriname te halen gaat door. Landbouwminister Prahlad Seldin zei gisteren dat nog niet duidelijk is hoeveel geld belanghebbende veehouders zullen moeten betalen voor de vee. Kijk, over het land beginnen, over het uiteindelijk bedrag is er nog niet gesproken. Men gist en men begint erop te reageren. Laat me hard stellen, het project gaat door. Als u, kan u Indische Dagen uitnodigen om naar Dirkshoop te komen. Om te kijken hoe ver we zijn met de voorbereiding voor de quarantaineruimte. Stallen worden zijn volop in aanbouw, qua tenminste de inrichting ook. En zaad is al geïmporteerd voor gras. We wachten nu op de eerste regens om met de inzaai van die graszaden te beginnen. Maar het duurt nog even, dus. Maar je wil natuurlijk die zaden niet kwijt. Dus als ergens in november, half november, begin december, en de eerste regens beginnen te vallen, dan binnen 3 maanden daarna. Ik heb vorige week nog die importeur ontvangen, want die zit ook te popelen. Want die heeft ook zijn afspraken gemaakt met de leveranciers. Maar dat is even wachten, want die Brazilianen gaan eerst komen om die faciliteit goed te keuren. Bij de import van vee, zoals runderen, moeten afspraken gemaakt worden naast de regels die Suriname in acht moet nemen. Volgens Seldin hoeven er geen twijfels te zijn dat het project geen voortgang zal vinden.